Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 5 van de Eredivisie. En natuurlijk de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 6 en de Champions League / Europa League wedstrijden. Maar Nederlands elftal heeft natuurlijk ook gespeeld, laten we daar eerst even naar kijken. Nederland heeft helaas de oefenwedstrijd tegen Mexico met 0-1 verloren. In de Nations League speelde Nederland gelijk met 0-0 tegen Bosnië. En de Nations League wedstrijd tegen Italië eindigde in 1-1. Dit waren de wedstrijden in speelronde 5 van de Eredivisie. Ze staan niet meer in volgorde zoals ze uiteindelijk gespeeld zijn, omdat een aantal wedstrijden qua tijd verplaatst zijn. Maar Ajax Heerenveen werd 5-1. Heracles verloor met 0-1 van RKC. Willem II verspeelde de winst thuis tegen FC Twente. Dat werd 0-3. AZ speelde weer gelijk, weer in de laatste minuut. Ik word helemaal gek, laten we erover ophouden. Die speelde 2-2 tegen VVV. Feyenoord speelde 1-1 gelijk tegen Sparta in de Rotterdamse derby. ADO verloor met 0-2 van Vitesse. FC Emmen speelde 2-2 gelijk tegen Fortuna. Groningen speelde 0-0 gelijk tegen FC Utrecht. En PEC Zwolle speelde 0-3 tegen PSV. Dan gaan we kijken naar de ranglijst van de Eredivisie. PSV staat bovenaan met 13 punten. Ajax en Vitesse hebben 12 punten. Feyenoord en FC Twente hebben 11 punten. Heerenveen staat 6e met 10 punten. FC Groningen staat 7e met 7 punten. FC Utrecht staat 8e met 6 punten. VVV staat 9e met 5 punten. AZ, PEC, Willem II en Heracles hebben 4 punten. RKC, Emmen en ADO hebben 3 punten. En Fortuna en Sparta staan onderaan met 2 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Jurgen staat bovenaan. Die had heel veel punten gehaald. Echt ver uit de meeste. Daarom staat hij ook boven me als weekwinnaar. Heel goed gedaan, Jurgen. Die staat bovenaan met 45 punten. Dan komt Tijn met 41 punten. Novio Magem staat derde met 38 punten. Mikey staat vierde met 36 punten. Dilano en Thijs hebben 35 punten. En Gerbe, ikzelf en Danny hebben 34 punten. Dan zijn dit de wedstrijden die we in de Champions League gaan voorspellen. En ik heb afgesproken met een kijker die een vraag had dat we wat extra wedstrijden van de Champions League gaan voorspellen. Niet alleen Ajax tegen Liverpool, maar ook Paris Saint-Germain tegen Manchester United en Bayern München Atletico. En in de Europa League natuurlijk de wedstrijden van de Nederlandse clubs. PSV thuis tegen Granada. AZ moet uit naar Napoli en Feyenoord moet uit naar Dynamo Zagreb. En dan zijn dit de wedstrijden voor de speelronde 6 in de Eredivisie. Maar ook een inhaalwedstrijd van RKC tegen PEC Zwolle. De VVV moet thuis tegen Ajax. FC Utrecht moet tegen FC Twente. PEC Zwolle moet thuis tegen Willem II. Heerenveen ontvangt FC Emmen. Fortuna moet in Limburg tegen FC Groningen. Sparta speelt thuis tegen Heracles. Vitesse moet tegen PSV. RKC ontvangt Feyenoord. En ADO Den Haag speelt tegen AZ. En ik hoop niet dat het weer gelijk wordt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie jullie heel graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos.